ik heb het een paar keer gezegd. Vrouwen die zwanger zijn, Marijn is zwanger. We hebben hier nog een zwangere mevrouw. Het zou heel goed zijn, zeg jij, om je navelstreng, het bloed daarvan te bewaren. In de navelstrengen, als het kindje geboren is, na het afnavelen, blijven er een paar miljoen stamcellen over. Een paar miljoen stamcellen waar we uit ontstaan zijn. Hè? 2, 4, 8, 16, 32. Die worden afgekneld en gaan nu de prullenbak in. Wij weten inmiddels zoveel wat we met stamcellen kunnen doen. Eigenlijk mag het vandaag de dag niet meer zo zijn dat die de prullenbak in verdwijnt. Wat weten we? Waarom mag die stamcel, die navelstreng, niet meer de prullenbak in? Omdat we daar ongelooflijk veel ziektes en kinderen mee kunnen redden. En niet alleen nu. Een tijd geleden was het alleen maar Star Wars. Van dat kunnen we straks en in de toekomst. Er kan al ongelooflijk veel nu. Vandaar die films die ik heb meegenomen, die we zo laten zien, wat er vandaag al kan. Ik heb natuurlijk vorige keer dat paard laten zien, waar we een pees van herstelden. Ja. Eén paard. Maar dat galoppeert nu in de wei. Twee jaar later heeft twee veulens gehad. Ja, dat was dit paard dat helemaal zo kreupel liep bijna. En die is behandeld met stamcellen. Ja. En hoeveel later was het weer oké? Net zo lang, eigenlijk 6 maanden later. En galoppeert weer, heeft twee veulens gekregen. Hm. En twee pezen volledig nieuw aangegroeid met stamcellen. Fantastisch. En zo'n paard werd vroeger gewoon afgemaakt. Was toen eigenlijk al afgemaakt. En de operateurs waren heel conservatief, maar uiterst kundig. Die zeiden wel, we willen deze wel opereren, want anders wordt die toch afgemaakt. Dus laten we maar wat proberen. Ja. Nou, hebben we nog een filmpje meegenomen. Een filmpje van een jongetje dat loopt. Dat loopt heel moeilijk. Wat is het verhaal van dit jongetje? Kijk, met een hersenafwijking. En je ziet dat hij dus heel slecht loopt. Hij loopt met een rollatortje en kan de benen eigenlijk amper voor elkaar zetten. Nu zie je hem lopen, dat hij losloopt op de lijn. Daarnet kon hij niet op de lijn en stapt over een... Het is na de behandeling. Dit stapt hij over een stokje heen. Nou, als hij dat daarvoor deed, viel hij meteen. En die behandeling, wat houdt dat dan precies in? Want hij loopt eerst met de rollator, daarna dus niet meer. Wat voor behandeling? Hij krijgt het ingespoten of zo? Hij krijgt zijn eigen stamcellen uit de navelstreng, gewoon via een infuus ingespoten. Niets meer dan dat. Dus het wordt niet bewerkt, het is geen manipulatie van iets. Het is zijn eigen navelstrengbloed wat bewaard was, wat ingespoten wordt. Wauw. Wow. Zoveel kracht heeft dat. We weten nu heel vaak bij een heleboel ziektes helemaal niet waar de oorzaak in zit. En ook niet hoe de therapie werkt. Maar we weten bij paracetamol ook heel vaak nog helemaal niet hoe dat werkt. Want wat doet die stamcel dan? Waardoor dat... Die herstellen verbindingen in het lichaam. Dan zijn ze natuurlijk, als ik een snee in mijn arm maak, dan zegt het beenmerg, de hersenen naar het beenmerg, stuur daar stamcellen heen en die herstellen die wond weer. Zo werkt het lichaam. Dat is een paar miljoen jaar evolutie. Dus met stamceltherapie maak je daar gebruik van.